posten. En toen was er gisteren een of andere prominente VVD'er die dat toevallig heeft gezien, daar een foto van heeft gemaakt, dat gepost heeft. En toen begon iedereen al erop te reageren. Dus we moesten gisteren hals over kop alles wat we vandaag zouden doen, gisteren doen. Ja. Ik kan het bijna nog niet plannen, hè? Nee, inderdaad. En het was ook niet. Het was gewoon een leuk campagne-item. En dat het zo'n ding zou worden, is natuurlijk wel. Maar had hij dat? Dat had hij gewoon zelf gedaan, toch? Ja. Hij is zelf geen politicus, of wel? Nee, hij is gewoon. Hij heeft een bedrijfje in container. In de container business. Maar dat was echt wel echt cool. Want hij had dus die poster laten maken. En. Gewoon houdt mijn vrouw in Brussel, heeft hij opgehangen, daar heeft hij een filmpje van gemaakt met zo'n timelapse dat hij daar aan die gevel bezig is. Weet je, het is niet meer dan dat. Ja. En dan zeg maar een soort van dingetje eromheen van, ja, ik hou heel veel van mijn vrouw, natuurlijk heb ik graag bij me, maar ze doet belangrijke dingen voor Nederland en ik gun het haar van harte. Ik gun het Nederland en ik gun het vooral ook haar van harte. Dat is gewoon super, super authentiek en eerlijk. Ja, het is gewoon super lief. Je kan dit bijna niet leuk vinden. Ja. En dus gisteren werd ook geretweet door de VVD landelijk en zo. Dus het was echt, zeg maar, massive. Ja, vet. Ja, ik had ook voorbij zien komen op Twitter. Ja. Maar goed, we komen niet voor Jasper of Caroline. Nee, we gaan beginnen. Wel voor VVD en voor Nijmegen. Maarten, jij bent... Ja, het is eigenlijk wel leuk hoe wij elkaar leren kennen. Want we hadden ook een discussie op Twitter over pakketjes en dergelijke. Ja, klopt. Ja. Maar dat is een ander verhaal, denk ik. Vertel kort wat je doet in Nijmegen, wie je bent... En misschien ook wat leuks over de Wolf van Nijmegen. Ik ben Maarten Bakker, 30 jaar. Trotse compagnon van de Wolf van Nijmegen, ligt hier naast ons. Dat is mijn hond. 5 maanden oude wolfshond. Of wolfhond, moet ik zeggen. Ik zit in de gemeenteraad van Nijmegen voor de VVD. En dat doe ik met veel plezier. En ja, dat is hem denk ik, of niet? En je bent dus raadslid in Nijmegen, toch? Ja, gemeenteraadslid. Kun je een beetje uitleggen hoe zo'n gemeente in elkaar zit? Want je hebt een burgemeester, je hebt raadsleden, je hebt fracties, verschillende partijen. Ik moet eerlijk gezegd zeggen dat ik eigenlijk geen idee heb hoe dat allemaal in elkaar opgebouwd is. Oké, je hebt natuurlijk 1 burgemeester. Dat is bekend, dat is Hubert Bruls. We hebben het... bestel zo ingericht, er zijn 39 raadsleden in Nijmegen, die worden gekozen door alle Nijmegenaren. Dus als je 18 jaar bent, moet het geluid van mijn telefoon uit gaan zetten, denk ik. Zet hem anders helemaal uit. Nee, ik kan denk ik gewoon helemaal uitzetten. Moet ik hem gewoon uitzetten? Ja, druk maar uit, ja. Dat is de grote chef. En dan? Ja, en dan uitschakelen. Ja. Ik begin even opnieuw voor de volledigheid. Ja. Dus we hebben de burgemeester. Oh, hij vraagt om een code. We hebben de burgemeester. Nou, ga. Goed. Zo. Ja, ik heb ook een keer iemand gehad die binnen kwam lopen, dus. Ja. Ja, excuus. Hij staat nu uit. Ja. Wel een normaal nog? Ja, graag. Wel. Goed, dus we hebben de burgemeester, die wordt benoemd door de koning, maar in principe wordt hij gekozen door de gemeenteraad. De gemeenteraad bestaat uit 39 raadsleden, die 39 raadsleden worden gekozen door alle Nijmegenaren die 18 jaar of ouder zijn. Dus als je in Nijmegen woont en je bent 18 jaar of ouder, dan mag je meestemmen voor de gemeenteraad. En die 39 raadsleden, dat is ons hoogste orgaan. Die vertegenwoordigen alle Nijmegenaren en die zijn uiteindelijk de baas van de gemeente, om het zo maar te zeggen. In onze gemeenteraad zitten... En wat is dan de rol van de burgemeester? Ja, die is de voorzitter van de gemeenteraad. Oké. En daarnaast ook lid van het college van burgemeester en wethouders. Okay. En het college van burgemeester en wethouders, dat is een beetje vergelijkbaar met de ministers eigenlijk van Nederland, alleen dan voor Nijmegen. Dat zijn degenen die dagelijks bestuur op zich nemen. Dus je hebt allemaal thema's die belangrijk zijn om een stad te besturen. Denk aan het verkeer of aan de woningbouw, dat soort dingen. Dat wordt dagelijks uitgevoerd door de wethouders en de burgemeester. Die hebben allemaal hun portefeuilles daarin. En als er gestemd wordt, dus als er verkiezingen zijn, gemeenteraadsverkiezingen, dan worden die 39 personen verkozen. Vaak zijn die opgedeeld in politieke partijen. Mm-hmm. Is dat altijd? Grondwettelijk gezien niet. Ja. In de praktijk is dat altijd zo. Ah, oké, dat is wel interessant. Dus, de grondwet is eigenlijk zo opgebouwd dat je hoofdelijk gekozen wordt. Dus ik ben op mijn persoonlijke titel zit ik in de gemeenteraad. Dat zorgt ervoor dat ik nooit door mijn partij gedwongen kan worden om iets te doen. Dus dat ik altijd mijn eigen afweging kan maken. Maar de
partijen hebben wel, dat zijn eigenlijk verdeeld in fracties. En die hebben een bepaalde gemeenschappelijke kijk op hoe nou wij de stad, in ons geval dan, moeten inrichten. En die fracties, dus die politieke partijen, die werken eigenlijk samen. Die stemmen eigenlijk altijd als een blok. Dus wij zitten met 4 zetels in de gemeenteraad. Dus wij stemmen eigenlijk altijd met z'n 4 hetzelfde, uitzonderingen daar gelaten. En er is een coalitie van een meerderheid van de gemeenteraad. Mm. En die hebben samen een coalitieakkoord gesloten en wethouders gekozen. En dat is zeg maar degene die samen hebben besloten, dit gaan we de komende 4 jaar doen in onze stad. En wat is dan precies de rol van de wethouders? De wethouders voeren dat uit. Dus je kan het een beetje zo zien. De wethouders zijn de ministers van Nijmegen. En die voeren dus dagelijks uit wat afgesproken is in het coalitieakkoord. En het coalitieakkoord wordt door een meerderheid van zetels, mm-hmm. Van politieke partijen, wordt dat samengesteld voor de komende 4 jaar. Zeg maar. Ja, oké. Okay. En wat is dan jouw rol als raadslid nadat die coalitieakkoord al gesloten is? Waar blijf je dan nog over door? Je hebt meerdere rollen. De belangrijkste rol, als eenmaal het coalitieakkoord er ligt, is je controlerende rol. Dus de raadsleden controleren of het college van burgemeester en wethouders hun taken goed uitvoert. Ah, oké, okay, vet. Je zegt dus, je bent eigenlijk op persoonlijke titel word je verkozen, maar over het algemeen zitten mensen wel in een politieke partij, want dan sta je in principe sterker met mensen die hetzelfde naar de zaken kijken zoals jij dat doet. Of in ieder geval op een bepaalde niveau de wereld zien zoals jij, of een soortgelijk idee hebben over hoe we de stad moeten runnen. Je hebt daar op een gegeven moment voor VVD gekozen. Of is dat niet zo geweest? Hoe is dat gegaan? Ik ben een hele lange tijd al politiek betrokken. Dus toen ik een jaar of 16, 17 was, ben ik lid geworden van de VVD. Toen was ik zeg maar nog niet politiek actief, maar toen heb ik me eigenlijk aangesloten bij de vereniging VVD. En daar is dit uit voortgekomen. Ik ben wel al heel lang VVD'er. Ja. En wat voor idealen of wat voor ideeën over een staat en een stad en dergelijke vond je in de VVD, wat je bijvoorbeeld in een andere partij dan niet zag? Of was het geen bewuste keuze? Nou, het is een heel bewuste keuze geweest, juist. Ik ben lid geworden van de VVD in de tijd dat er de strijd was tussen Rutte en Verdonk. En we hadden het daar op de middelbare school met maatschappijleer over. Ik vond politiek heel interessant. Ik ben me daar toen in gaan verdiepen. En toen ben ik erachter gekomen dat de VVD het beste bij me past. En de belangrijkste reden daarvoor is, ik geloof heel erg dat mensen zo vrij mogelijk moeten zijn om hun eigen afwegingen en keuzes te maken. En dat echt geluk zich pas kan etaleren en ontwikkelen op het moment dat je die vrijheid en die mogelijkheden hebt. Mm-hmm. En daar past de VVD het beste bij, denk ik. Dus de liberale insteek van de VVD, dat is waar je... Ja. Waar je het meeste komt. Oké. En waarom hebben andere partijen dat dan niet? Want wat je zegt klinkt heel redelijk. En ik stem meestal op GroenLinks en dergelijke, of Partij van de Arbeid. En ik ben het volledig met je eens. Is het dan zo dat ik, even om het even persoonlijk te spelen, dat ik het verkeerd zie? Of is er echt een verschil tussen die dingen? Nou, wat je nu aanzet is wel grappig. Want ik vind dus niet dat jij het verkeerd ziet. Ik denk dat jij de vrijheid hebt om jouw eigen maatschappijvisie te hebben en te ontwikkelen. En het grappige is, want dat is een van de redenen, een van mijn grootste problemen met linkse partijen eigenlijk is altijd, dat die wel vinden dat ik het verkeerd zie. En die hebben dus eigenlijk is aan links is inherent verbonden dat er dus een overheid is, of er mensen zijn eigenlijk die in die overheid zitten, want het zijn volgens mij net zo goed gewoon mensen. Ja. Die denken dat zij een betere beeld hebben van een samenleving of maatschappij dan dat de mensen in die maatschappij dat zelf hebben. En dat vind ik altijd. Daar heb ik zeg maar echt. Dat is bij mij een intrinsieke. Dat vind ik echt niet fijn. Dat vind ik niet goed. Ja, ja, dus als ik het dan goed begrijp, is het voor jou het idee dat mensen zelf moeten bepalen hoe een maatschappij eruit ziet. Dus als politieke partij moet je op de een of andere manier dat volksbesef, of als ik het zo mag noemen, channelen in je politiek beleid. En linkse partijen zijn daar wat minder goed in.
Nee, ik vind dat er is geen volksbesef. Er zijn heel veel autonoom werkende en denkende mensen... Mm-hmm. Waarvan ik niet weet wat hun gelukkig maakt. Iedereen heeft zijn eigen geluk, zijn eigen drijfveren, zijn eigen ambities. En niemand kan voor iemand anders nadenken. Mm-hmm. Dus dat moet je zoveel mogelijk voorkomen. En dat vind ik bij de VVD het best wel terecht komen. Ah, oké. Okay. Ja. Hoe doe je dat? Hoe breng je die twee dingen samen terwijl je wel als politieke partij beleid moet maken? En soms ook beleid moet maken die misschien tegen de menigte ingaat. Hoe ga je daarmee om? Of hoe zou je dat kunnen doen, laat ik zo zeggen? Je hebt natuurlijk je ideaalbeeld, zoals ik dat net beschreef, waarin je dus wil dat mensen zoveel mogelijk in staat worden gesteld om hun eigen ding te doen. Mm. Maar dat wil niet zeggen dat er dat iedereen vogelvrij is en dat iedereen maar moet doen waar hij zin in heeft. Mm. En volgens mij heb je als overheid de rol om ervoor te zorgen dat dat fundament, die basis om dat eigen geluk zoveel mogelijk te ontwikkelen. En ook een gemene delen waar we wel allemaal iets aan hebben. Bijvoorbeeld onderwijs in de ruimste zin van het woord. Dat moet wel collectief geregeld worden. Want ja. De een wordt in een gouden kooitje geboren en de ander misschien in een sloppenwijk. Maar beide hebben wel evenveel recht op het zo goed mogelijk ontwikkelen en vinden van hun eigen geluk. Mm-hmm. En daar heb je een overheid voor nodig. Nou, wat je dus doet is op het moment dat er dat er beleid gemaakt wordt, of dat wij samen het hebben van hoe willen wij ons collectief hoe willen we dat regelen, dan zijn dat dus de maatstaven waar je naar gaat kijken. Zorgen wij op deze manier dat ieder persoon zich zo goed mogelijk, zonder dat je iets iemand oplegt, ja. Dat je kan gaan realiseren dat daar zeg maar zo goed mogelijke basis ligt voor, om dan vervolgens zelf iedereen in staat te stellen om die stappen te zetten. Ja, dus mensen moeten vrij zijn om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Maar het kan zo zijn dat iemand in een situatie geboren wordt of terechtkomt waarin die minder die kansen heeft. En de rol van de overheid is om te zorgen dat mensen eigenlijk gelijke toegang hebben tot die kansen. Ja, juist. Dat zeg je goed. Die startpositie is heel belangrijk. Ja. Alleen, dit klinkt voor mij niet iets als een PvdA'er of een SP'er. Ja, misschien een SP'er, misschien wel. Ik weet het niet. Maar een PvdA'er tegen zou stemmen. Alleen wat ik denk dat wat zij zouden zeggen is dat... Dat er meer gedaan moet worden dan je in een liberale denkwijze denkt dat er gedaan moet worden. Je krijgt dus ik vind het een beetje lastig om voor iemand anders te gaan denken, maar misschien... Je krijgt dat, je ziet het in het verschil, is dat... Kijk, ik denk dat mensen veel eerder zelf in staat zijn... om hun eigen geluk te vinden en te ontwikkelen, dan dat bij de meeste linkse partijen is. Linkse partijen denken dat mensen dat geluk en die ontwikkeling pas op een veel later moment hebben en vinden dat er daarom meer dingen vanuit de overheid geregeld worden. Op een later moment? Nou, ik denk dat op een later moment bedoel ik mee dat ik denk dat die kracht van mensen heel erg zelf in hunzelf zit. Mm-hmm. En bij linkse partijen zie je dat die eigenlijk die kracht minder snel zien. Een goed voorbeeld daarvan is hoe wij onze bijstand en sollicitatieplicht inregelen. Ik geloof dat mensen een vangnet nodig hebben op het moment dat zij pech hebben. En bij linkse partijen zie je veel eerder dat ze een vangnet moeten behouden omdat ze zielig zijn. Mm. Dat is een heel erg verschil in de manier van denken en zoiets inkleden. Ja. Als we die voorbeeld eens even concreet maken, wat is dan... jouw idee van hoe een bijstand in elkaar opgebouwd moet worden. Wat zou je dan zeggen? Dus is het dan dat je bedoelt, als mensen een probleem hebben en geen geld meer kunnen verdienen, om wat voor reden dan ook, dan moeten ze die bijstand hebben, maar ze moeten gestimuleerd worden om zelfs zo mogelijk zelfstandig te kunnen worden. En een linkse partij, of een linkse denker in ieder geval, zoals je hem beschrijft, zou zeggen, laat ze maar erin blijven, zolang ze het nodig hebben. Ik begrijp niet helemaal hoe je hem nou stelt. Ja, ik ben er zo aan het denken. Want je zegt, kijk, zeg aan de ene kant, jij vindt dat bijstand nodig is als vangnet. En aan de andere kant, de positie waar je hem tegenover stelt, zegt dat bijstand is nodig als mensen zielig zijn. Ja, of zichzelf zielig vinden, of whatever. Ik geloof niet dat jij echt gelukkig wordt. En ik geloof... we pellen hem zo af. Ja. Op het moment dat jij om wat voor reden dan ook niet voor jouzelf kan zorgen,
hebben wij met z'n allen in onze beschaafde maatschappij de taak en de plicht en ook denk ik de moraal om dat samen op te pakken. Ik denk dat iedereen het daarover eens is. Mm-hmm. Dus daar is niet discussiepunt over. Op het moment dat je nastreeft om mensen in hun kracht zeg maar, te zetten, zo gelukkig mogelijk te maken, dan is die plek als je daarin zit, is altijd een tijdelijke plek. Want dat is niet de plek waar jij je eigen maximale geluk vindt. Ja. Sterker nog, op dat moment maak je gebruik van wat andere mensen aan geluk willen inboeten. Dus aan, in dit geval, gewoon financieel geld. Zeg maar geld moeten afstaan omdat wij vinden dat iemand die op zo'n plek komt geholpen moet worden om uit die plek te komen. Dus je neemt iets van iemand anders die dat ook graag geeft omwille van jou om weer terug te komen, te kunnen ontwikkelen naar een plek waar je wel gelukkig wordt. Op het moment dat jij die plek inricht op een manier waarop jij waarop jij dus daar wel gelukkig bent, dan doe je dus eigenlijk iets verkeerd. Want dan vraag jij dus iemand anders in te teren op zijn geluk, omwille van jouw geluk, zonder dat je zelf bijdraagt aan wel die collectieve voorziening die daar bestaat. Hmm. Dus op het moment dat jij een bijstand zo inricht dat die niet meer prikkelt tot het bij gaan dragen aan het vinden van je eigen geluk op jouw manier, heb je, vind ik, te veel van de mensen die dus bijdragen aan die collectieve voorziening afgenomen. Ja, vind ik heel mooi hoe je het stelt. Als je bijstand zo instelt dat mensen daar eigenlijk gelukkig zijn, dan heb je het eigenlijk op een slechte manier ingesteld. Want mensen zijn dus comfortabel op een plek waar andere mensen van moeten inleveren. Juist. Ja. En dan doe je dus het geluk van iemand anders tekort omwille van het geluk wat jij op een andere manier ook zou kunnen bereiken of zou kunnen vinden. Misschien nog wel zelfs gelukkiger zou kunnen worden. Ja. Omdat ik denk dat op het moment dat jij het gaat niet eens per se om werk, maar op het moment dat jij je talenten ontwikkelt en bezig bent met stappen zetten in je leven, dat jij een grotere eigenwaarde krijgt, dat jij ook daadwerkelijk het gevoel hebt dat je iets bijdraagt. Mm-hmm. En ik denk wel, en dan denk ik dus voor andere mensen na, dat jou een groter geluk geeft dan de positie waar je wel comfortabel in vindt, maar niet uitgedaagd om dat geluk op te zoeken. Ja. Twee draden die ik eigenlijk wil oppakken, want nu moet ik even denken aan een basisinkomen. Nou, ik weet er niet zo heel van af, maar misschien kunnen we het erover hebben. Tweede is dat je zegt, in het begin zei je, ik kan niet voor andere mensen bepalen waar ze gelukkig van worden of waar ze blij van worden. Maar nu zeg je in principe wel, ik denk dat mensen gelukkig worden als ze zich inzetten, ontwikkelen en bla bla bla. Dus hoe verenig je die twee posities? Nou, die eerste positie. Die staat buiten kijf. Hè. Ik kan dat niet voor andere mensen bepalen. In die tweede positie kan ik wel bepalen dat jij teert op het iets van iemand anders. Mm. En ik vind dat niet terecht. Ik vind dat niet fair. Want je neemt altijd iets af van een ander om dat geluk te kunnen bewerkstelligen voor die ene. Die ene hoeft daar niks voor te doen. Ja. En dat vind ik nooit fair. Want dan zeg ik, nou goed, als jij van zijn geluk zeg maar iets wil afnemen om jouw eigen geluk te vergroten, dan mag die ander ook van jou verwachten van, oh, maar dat kan niet tot het einde der tijden. Dan vreet je aan dat draagvlak daarvan. Ja, ja. Dus een basisinkomen, daar zou je volledig tegen zijn, denk ik dan. Ja, ik geloof daar niet in. Ja, ja. Want moet altijd opgebracht worden. Precies, en ik wil hier niet te veel op ingaan, want ik heb niet dat onderzoek gedaan, maar er zijn wel experimenten geweest waarbij mensen, wanneer ze een basisinkomen in communities krijgen, dat ze juist meer bijdragen aan de maatschappij, doordat ze meer vrijwilligerswerk gaan doen, creatieve dingen gaan doen, meer mantelzorg gaan doen en dergelijke. Maar dat is een empirisch iets waar we niet te veel op in moeten gaan, anders gaan we speculeren en dan... Ja, nou ja, goed, ik geloof best dat in een kleine schaal dat je daar wat makkelijker op zo'n manier wel met elkaar kan omgaan. Mm. Maar ik denk dat als je normaal, naarmate je naar een grotere schaal gaat, dat het steeds moeilijker wordt. En waarom? Omdat mensen in een kleinere gemeenschap veel meer ook met elkaar op hebben. Ze kennen elkaar en ze weten op een gegeven moment van, nou ja, goed, die persoon krijgt wat minder, maar doet wel dit. Of krijgt wat van ons, maar die doet wel voor onze mini-maatschappij in dat geval wat dingen terug. En daar hechten wij ook een waarde aan. Ja. Maar op het moment dat jij vanuit hier voor iemand in Amsterdam of Rotterdam moet doen die je niet kent en waarvan je het niet weet, dan voel je dat niet zo. En dan heb je dat draagvlak dus ook niet. Ja, dat is ook een goed punt inderdaad. Want in een soort van tribal gemeenschap weten mensen eigenlijk heel goed van elkaar wat ze aan elkaar verschuldigd zijn en wat ze van elkaar kunnen krijgen. En daarin zou je inderdaad kunnen zeggen, dan werkt het wel heel goed. Ja.
Maar in een gemeenschap waar mensen niet meer van elkaar weten wie wat schuldig is, omdat ja, bij een gemeente van 20 miljoen mensen gaat het gewoon niet, dan zal het misschien niet kunnen werken. Dat is interessant om eens te gaan onderzoeken, of om eens te gaan kijken, ja, of die experimenten daarmee rekening gehouden hebben. Totaal anders. Ik denk dat je al heel veel gezegd hebt, maar waarom vind je het belangrijk om de politiek in te gaan? Waarom? Of misschien beter, hoe is het gebeurd dat je de politiek ingegaan bent? Want vaak zijn onze eigen redenen die we geven niet altijd de beste redenen, maar de ontwikkelingen die daartoe geleid hebben, kunnen vaak wel wat meer vertellen. Ja, nou, de ontwikkeling, die is eigenlijk, nou, ik begin met de reden, dan kom ik daarna, ja, met de ontwikkeling, want, ja, dan kun je daarna toetsen of dat klopt. maar mijn allergrootste ergernis, die heb ik net eigenlijk al een beetje aangestipt, is als mensen voor mensen nadenken. Mm-hmm. Daar krijg ik echt heel erg veel jeuk van. Dus iemand voor mij gaat bepalen wat goed voor mij is, ja, dan ben ik bij wijze van spreken al geneigd, alleen maar omwille van het feit dat diegene dat denkt, ja, om het tegenovergestelde. Ja, ja. Goed. Ik heb ook op de middelbare school. dit is een van mijn grootste ergernissen, en dat is, ik ben er oprecht mee bezig om dat zoveel mogelijk voor mensen te voorkomen. Dus dat is misschien een beetje een gekke drijfveer, maar die ergernis is een van mijn drijfveren. Hoe ik de politiek in ben gaan, ik vertelde net al, ik ben eerder gewoon lid geworden van de VVD toen ik ben gaan inlezen in wat politiek doet. Daar heb ik vervolgens een paar jaar helemaal niks mee gedaan. Dus ik was gewoon slapend lid van de VVD, omdat ik vond dat de VVD het beste bij me paste. En ik vond, nou, dan moet je ook daar op een bepaalde manier steun aan geven. Waarom? Ja, waarom? Want er zijn heel veel mensen die politiek onbelangrijk vinden. Ja, nou ja, goed. En ik vind het belangrijk, dus ik wilde daar steun aan geven. Okay. Dat heeft voor de rest niet uitgedacht. Ik had dat gevoel, ik wilde dat doen. Ik heb dat uitgezocht. Nou, dat kon. Dat kostte niet heel veel geld. Ik kon het van mijn mini-budget wel missen. En toen heb ik dat gedaan. In plaats van dat ik daar een mars ben van gaan kopen, iedere week of zo. Maar goed. Toen ging ik studeren. En tijdens mijn studie, ik heb eerst rechten gestudeerd, een jaar beviel niet. Ben ik gaan kijken, wat wil ik dan wel studeren? Ik kwam bij politicologie terecht. Mm-hmm. En ben ik begonnen met mijn studie politicologie. Was nog steeds slapend lid. Ben ik lid geworden in het verenigingsleven in Nijmegen. En een van mijn dispuutsgenoten, die werkte bij de VVD. Dus van het een kwam het ander. Dan heb je dat gesprek daarover. En mijn grootste interesse in politicologie was machtspolitiek, zeg maar. Hoe dingen leiden tot wat ze uiteindelijk worden. De buitenlandse betrekkingkant. Ja. En, geopolitiek? Geopolitiek, ja. Realpolitiek, ja, zeg maar. Realpolitiek, ja. En die dispuutsgenoot van mij, die werkte bij de VVD binnen de vereniging. Dus niet binnen de politieke tak, maar binnen de vereniging op de internationale afdeling. Mm. En die onderhouden betrekkingen met alle andere liberale partijen in en rondom Europa. Mm. En daar zochten ze een stagiair. En ik heb toen een kansloze sollicitatiebrief geschreven. Ben toen tweede geworden in die sollicitatie. Dus ik was helemaal verbaasd eigenlijk, want ik was anders in mijn tweede jaar. En toen trok de andere persoon zich op het laatste moment terug. Dus toen kreeg ik daar een stageplek. Ja. En toen kwam van het een het ander. Heb ik de stage gelopen op het internationaal secretariaat van de VVD in Den Haag. En toen kwamen de Europese verkiezingen van 2014. Dus dat is 5 jaar geleden. Ja. Ja. Ja, dus dat begon al dat klopt, want dat was in 2013. Begon natuurlijk de aanloop van die Europese verkiezingen. Toen ben ik bij de Tweede Kamerfractie terechtgekomen voor een stage, wat later ook mijn werk werd als een soort van junior beleidsmedewerker voor de Europese verkiezingen. Mm. En zo ben ik dus bij de VVD naar binnen gerold eigenlijk. En dat is dus, even kijken, dat was 2014. En toen ben ik gestopt, toen moest ik mijn master nog halen. Toen ben ik bij een lobbykantoor gaan werken en toen kroop het bloed waar het niet gaan kan. En toen ben ik in de stad waar ik van hou politiek actief geworden voor de VVD. En dat is Nijmegen. En ben je dus in Nijmegen ook actief geworden vanwege diezelfde ergernis wat altijd al gespeeld heeft? Dat je denkt dat in Nijmegen de politiek te veel wil nadenken voor de burgers? Of waren er specifieke dingen die je dacht, dit moet anders? Of wil je gewoon politicus worden? Nou, dat kan ook. Ik zal je echt een heel groot cliché hier op tafel leggen. Ik zat in de politieke wereld en ik wist hoe het daar gaat en het klappen van de zweep.
Maar Nijmegen is gewoon de stad waar ik van hou. Mm. En ja, als je dan als je dan ergens goed in bent en je kan op die manier bijdragen aan de stad waar je van houdt, ja, dan volg je dat pad. Dus zo ben ik eigenlijk hier de politiek in gerold. Ja, leuk. Ik wil het zo meteen echt heel graag over een zaak in Nijmegen hebben, maar ik ben nog wel benieuwd naar het lobbyen. Want wat ik net al zei was, van het idee wat het meestal van lobbyisten hebben is een of andere, we kennen verhaal, we kennen House of Cards, we kennen de Shell lobby, we kennen de vleeslobby, we kennen de manipulatoren of whatever, die mythe kennen we. Maar waarom is een lobby nodig? Waarom bestaat het eigenlijk? En waarom is het belangrijk? Je kan heel erg een definitie kwestie loslaten op lobbyen. Ik zie lobbyen als iedereen, of nou een mens of een organisatie is, die iets vindt of voelt en dat in beleid uiteindelijk wil vatten of wil veranderen, die is bezig met lobbyen. Dus dat is van de buurt die een speeltuintje wil en een gemeenteraadslid belt van hey, wij willen in deze buurt een speeltuintje. Dat is in principe al lobbyen. En als je dan tegelijkertijd tegenover die rijtjeshuizen met mensen, met kinderen die het speeltuintje willen, een flat met bejaarden hebt staan en die bellen op van ja, maar ho, is wij krijgen dan al de geluidsoverlast van die krijzende kinderen de hele dag. Die gaan daar tegenin, zeg maar. Die gaan dan ook dat gemeenteraadslid bellen van ja, ho, is wij willen dat die geluidsoverlast niet. Die zijn dan ook aan het lobbyen. En wat je dan uiteindelijk hebt, is dat gemeenteraadslid, die dus allebei die partijen hoort, die wordt dus belobbyd door twee partijen. Die gaat dan uiteindelijk een belangenafweging maken, maar die had nooit die volledige informatiepositie gehad die hij heeft, als hij niet belobbyd zou zijn. Ja. Dus lobbyen is eigenlijk het voorzien van informatie aan mensen die beslissingen maken in politiek of in beleid. Ja, dus iemand die een beslissing moet maken, die heeft informatie nodig, die heeft kennis nodig, die moet weten hoe het in elkaar zit. En lobbyisten zijn degene die die informatie provider. Ja, inderdaad. En lobbyisten doen dat op heel veel verschillende manieren. Want je gaat natuurlijk niet alleen naar beslissingsbevoegd persoon, maar misschien ook naar degene die de beslissingsbevoegd persoon adviseert. Mm-hmm. Bijvoorbeeld als een wethouder belobbyd wordt, is het ook handig om de ambtenaar die advies geeft aan de wethouder, om die ook te belobbyen. Of om de publieke opinie op een bepaalde manier te beïnvloeden door een stuk in de krant te krijgen. Of, ja. Nou ja, net, ja. Het is maar net afhankelijk van wat je precies wil en wie daarin belangrijk zijn. Precies. Het beeld wat ik van lobbyen heb trouwens is op zijn best is het een manier om de personen die beslissing moeten maken de informatie te geven die ze nodig hebben om zo goed mogelijk die besluit te nemen. Dus zij moeten dan die verschillende kanten afwegen. En op zijn slechtst is het manipuleren van mensen die beslissingen moeten maken met de informatie die voor jouw groep of voor jouw tribe het beste is. Is die negatieve smaak wat lobbyen heeft in volksmond, is dat terecht of juist niet? Of? Nou, ik denk, het is een beetje als met voetbalsupporters. Er zijn er een paar die af en toe wel vervelende dingen doen en daarom zijn alle voetbalsupporters hooligans. Mm-hmm. Ik geloof best dat ook in de lobbywereld gebeurt. Ik denk dat je naïef bent als je dat niet denkt. Maar het is dus juist aan die beslissingsbevoegde personen om dat ook heel goed in de gaten te hebben en daar scherp op te zijn. Kijk, op het moment dat ik benaderd word en iemand wil gelijk met mij uit eten, kom me ophalen in een Ferrari en geef me ook nog een fles champagne van €250 Klinkt na. Goed, wat wil je denken? Ja, snap je, maar dan weet je dat niet in de haak is, want dan is iemand jou, dan probeert iemand jou om te kopen, bij wijze van spreken. Ja, dus zo mag je dan niet gelijk zeggen, maar Dan voel je dat aan, dat is niet goed. Hè? Ik bedoel, maar het is maar, ik kom je alleen maar ophalen. Wat is er nou aan de hand? Dan laat je je vetteren, dat is niet goed. Maar in principe, in 99% van de gevallen, je krijgt je mailtjes, telefoontjes, belletjes, drink je koffie met mensen die gewoon ideeën of een gevoel hebben. En ja, tuurlijk belichten die altijd hun kant van het verhaal, maar het is dan ook aan jou om de andere kant van het verhaal op te zoeken. Ja, ja. Dus het is aan degene die de beslissingen maken, die hebben de verantwoordelijkheid om te zorgen dat ze de juiste informatie ook krijgen, in principe. Is dat wat wel zeggen? Ja, dat is wel, ik vind dat bij je vak hoort, ja. Ja, en je hoorde krantberichten en nieuwsberichten van de fossiele brandstoffenlobby of de Shell lobby, die houden bepaalde beleid tegen en dergelijke. Is dat dan gewoon rare journalistiek of zit daar wat achter? Of weet je dat niet? Dat kan natuurlijk ook. Ja,
Ik moet altijd zeggen dat journalisten, of in ieder geval kranten, die moeten ook verkopen. Hè? Dus die, die zetten ook vaak dingen wel wat scherper neer dan dat ze zijn. Ik weet niet of de conclusies die ik... Journalistiek is heel, heel belangrijk, begrijp me niet verkeerd. Maar de ik denk niet dat de Shell-lobby, bij wijze van spreken, beleid tegenhoudt. Mm-hmm. Ik geloof wel dat de Shell-lobby een hele sterke lobby is, omdat er bijvoorbeeld heel veel arbeidsplaatsen aan verbonden zijn, omdat ze ook in de innovatieve kant heel veel doet. Dus je krijgt eigenlijk een heel complexe puzzel, waarin de ene positie sterker is dan de andere positie. En met een sterkere positie, ja, heb jij meer invloed soms dan met een minder sterke positie. Maar dat wil niet zeggen dat tegenover de Shell-lobby niet de Greenpeace-lobby staat. Mm-hmm. Die lobby je net zo goed. En misschien nog wel eens soms harder dan, dan de Shell. Alleen hebben een iets grotere gunfactor of aaibaarheidsfactor, waardoor dat dan minder negatief in het nieuws komt. Ja. Maar het wijten van één specifieke lobby die een totaal beleid tegenhoudt, daar geloof ik niet zo in. Ik geloof wel dat je altijd moet proberen om zoiets in perspectief te zien, om het bredere plaatje te zien. En dat is, als je het dan hebt over één nieuwsbericht, vaak heel erg moeilijk. Ja, ja. Dus het kan best wel zijn dat bepaalde lobby's of lobbyisten wat meer, weet ik veel, bewegingskracht hebben. Maar de situaties zijn te complex om te zeggen, één lobby heeft dit of één lobby heeft dat. Het zijn gewoon te veel spelers in het spel en te veel... Ja, en het zijn vaak heel langslepende trajecten. Mm. Kijk, als je het hebt over... Het klimaat is een van de beste voorbeelden. De eerste lobbygroepen daarover riepen in de jaren 80, 90 al, misschien nog wel eerder al, van maar hou eens even, dit kan toch niet. En toen, toen was dat helemaal geen issue, werd er helemaal niet naar omgekeken. Terwijl nu de fossiele brandstoflobby eigenlijk... Zeg maar, die bestaat in principe niet meer. Want zelfs Shell zegt van ja, we zijn bezig met duurzaam worden. En in hoeverre ze dat dan weer doen, is dan natuurlijk weer de vervolgvraag die interessant is. Maar volgens mij is zo'n lobby van 40 jaar, dat kun je niet in één krantartikeltje vatten. Dus op het moment dat ergens staat van ja, dit wordt door de lobby tegengehouden. Ja, dat, dan moet je gaan afvragen over waarom het zo'n simplistisch... Ja, dat bestaat. Ja, kijk, mensen willen graag hapbare brokjes informatie. En een krant wil ook een krant verkopen. Dus... Ik zeg niet dat wat daar staat niet waar is. Ik zeg alleen dat je altijd wel moet realiseren dat je even moet uitzoomen over, als je het hebt over beleidsstukken en over lobbytrajecten. Ja, oké. Okay. Sterk verhaal. Heb je zelf in je persoonlijke leven last van... in je werk als raadslid in Nijmegen last van journalistiek die te simpel dingen weergeeft? Of last gehad? Of? Nou ja, ik moet zeggen dat je moet dat hoort bij je werk. Je weet dat dat zo is. Ja, soms denk ik van, dit is wel heel kort door de bocht. Maar van de andere kant heb je ook, dat pakt ook wel eens in je voordeel uit. Ja, dat hoort gewoon bij het werk. Je gaat niet, zeker als raadslid in Nijmegen, je krijgt niet een 4 pagina's dik achtergrondartikel in Elsevier over de doorstroom op de S100 in Nijmegen. Zo werkt dat nou eenmaal niet. Ja. Dus wat je doet is, je pakt daar ook gewoon de dingen uit die voor mensen die op jou stemmen, of in ieder geval die politiek volgen, meestal de verbeelding spreken. Dus als er 3 keer op file staat voor de Anacrotonde, dan zeg ik, er staat 3 keer file op de Anacrotonde, en dan begin ik niet over de doorstroom in het bredere perspectief in Nijmegen, want daar gaat niemand opschrijven. Ja, precies. En wat ik ook nog benieuwd naar ben is, hoe zit de verhouding tussen de lokale partij en de landelijke partij? Is de VVD in Nijmegen gewoon de lange arm van de nationale VVD? Of zijn dat echt twee verschillende partijen? Ja, het zijn echt twee verschillende entiteiten. Kijk, je hebt natuurlijk wel in grote lijn hetzelfde gedachtegoed, dezelfde manier waarop je nadenkt en dezelfde ideeën van hoe een maatschappij moet functioneren. Mm-hmm. Dus daardoor vind je vaak hetzelfde over dezelfde dingen. Maar het is echt een mythe dat de VVD landelijk bepaalt wat wij doen. Sterker nog, die hebben daar echt geen bal over te zeggen. En op het moment dat zij daar invloed op proberen uit te oefenen, ja, dan zou ik ook zeggen, wat denk je wel niet? Ja. Dus dat is gewoon niet aan de orde. Maar zijn jullie niet afhankelijk van hun op deze manier? Of? Nee. Nee, oké. Okay. Duidelijk.
in je dagelijkse werk als raadslid of de dingen die je belangrijk vindt in Nijmegen? Want je hebt een portefeuille, zei je eerder. Wat is jouw portefeuille in Nijmegen? Bereikbaarheid, duurzaamheid en cultuur en cultuurhistorie zijn mijn belangrijkste. Is dat een portefeuille die je zelf gekozen hebt of... Nee, ja, dat gaat. Wij zitten met 4 raadsleden en 3 fractievolgers in fracties, in totaal met 7 man. Wat doet een fractievolger? Een fractievolger is een raadslid, alleen zit niet in de gemeenteraad. Dus je, omdat Nijmegen zoveel thema's heeft en best wel een grote gemeente is, er is veel om echt op de voet te volgen. Nou, zeker voor kleinere partijen is het heel moeilijk, omdat sommige partijen hebben maar 1 raadslid. Als je dan als 1 raadslid alles moet doen, ja, dat is niet te doen. Dus daarvoor hebben we een systeem met fractievolgers. Hoe groter je partij is, hoe minder fractievolgers je mag aanstellen. Hoe kleiner je partij, omdat je dan meer raadsleden hebt. Je wil proberen dat iedereen zo goed mogelijk over alles kan bijwonen, het woord kan voeren. Dus uiteindelijk, je hebt de gemeenteraad met 39 raadsleden. Dat zijn de echte volksvertegenwoordigers die gekozen zijn en die moeten stemmen. Mm-hmm. Maar die debatten in de gemeenteraad, die worden altijd voorbereid in kleinere debatten. En in die kleinere debatten heb je ook fractievolgers, die zijn in principe benoemd, dus niet per se verkozen. En die mogen ook gewoon het woord voeren namens de partij. Hmm. Dus die kunnen in principe alles wat een raadslid kan, alleen die mogen niet op het knopje drukken. Oké, duidelijk. Ja. En die kunnen dus wel, bij ons heeft bijvoorbeeld een fractievolger de portefeuille grondexploitaties en stedelijke ontwikkeling. Mm-hmm. Dat betekent dat hij in principe namens VVD Nijmegen de woordvoerder op dat thema is. Maar in de gemeenteraad zit hij niet, dus hij kan dat debat niet voeren in de gemeenteraad. Dat doe ik dan namens hem. Maar hij is wel gewoon de eindverantwoordelijk op dat thema. Ja, oké, duidelijk. Dus die fractievolgers zijn eigenlijk een soort van, hoe noem je dat? Ik noem het altijd raadslid zonder stemrecht. Ja, raadslid zonder stemrecht, maar het is ook een beetje gelijk, de partijen die klein zijn, wel, te helpen. Ja, juist, om wel op alle thema's hun zegje te kunnen doen en ook goed geïnformeerd te zijn. Uitbalanceren, dat wordt zo gezegd. Ja, dat is het inderdaad. Ja duidelijk. En wat, als je kijkt naar wat er nu in Nijmegen, in de gemeente, in de stad, in de coalitie, in de raadsleden en in de debatten gebeurt, wat zijn er overkoepelende thema's die nu in Nijmegen spelen en belangrijk zijn? Ja, alles is belangrijk natuurlijk. Maar, ik zit zelf op de portefeuille bereikbaarheid. Ik vind dat een van de grootste thema's, een van de belangrijkste thema's waar Nijmegen op dit moment voor staat. En waar ook echt een ideeënclash soms over is. En dat vind ik heel belangrijk. Ja. Ik vind bijvoorbeeld dat wij niet integraal genoeg naar de bereikbaarheid van Nijmegen kijken. Dat wij te veel focussen op fiets en openbaar vervoer. Mm-hmm. En dat was een hele tijd nodig, dus begrijp me niet verkeerd. Het fietsnetwerk wat we nu hebben is echt super. Maar ik denk dat... Waarom was dat nodig? Nijmegen heeft sowieso een lastig bereikbaarheidsvraagstuk. Hè? We hebben de Waal, we hebben niet een hoe noem je dat? Historisch hebben wij niet echt een rondweg. Nee. We hebben sterker nog, we hebben een soort van ster, alle wegen leiden naar het Keizer Karelplein. In de manier waarop wij... Toch bij die Romeinen die het bouwen. Hè? Ja, nou ja, het is, ik noem altijd de Keizer Karelplein gekscherend de rondweg van Nijmegen. Ja. Maar goed, wat je dus hebt als je dat historisch bekijkt, je hebt die rivier wat echt een blokkade is. Mm-hmm. En voor de rest loopt alles vast naar het centrum van de stad. Ja. Nou, zoals wij tegenwoordig naar steden en openbare ruimte kijken, wil je dat niet. Je wil niet al dat blik zoveel mogelijk in je stad hebben. Mm-hmm. Fiets hadden wij in principe nog helemaal... We waren helemaal niet goed toegankelijk voor de fiets. Ja, langs de Groesbeekse weg lag een fietspad van een meter. En langs de Sint-Anna had je de parallelwegen. Maar de Graafse weg was al een drama. Laat staan de rest. Mm-hmm. En nu hebben we een prachtig fietssnelwegennetwerk. Dat is gewoon echt heel erg goed. Maar op het moment dat jij... alleen nog maar... dat hebben we nu. Dat staan nu ook naast de wegen die we al hadden. De filosofie van met name GroenLinks is, iedereen moet zoveel mogelijk fietsen. Ja. Dus op het moment dat je dan, is hun filosofie, op het moment dat je het lastiger maakt voor auto's, gaan mensen zelf de afweging maken, wat ik dus noem nadenken voor andere mensen, om meer op die fiets te stappen. Ik denk dat mensen
Ik denk dat dat deels klopt. Hè? Dus het moment dat jij die mogelijkheid hebt om te gaan fietsen, in plaats van dat je hem niet hebt, dan zijn er dus meer mensen geneigd om de fiets te pakken. Mm-hmm. Ik denk dat we dat nu voor een groot deel hebben. Maar ik zie ook aan de andere kant dat er dus heel veel file staat in Nijmegen. We hebben de zogenaamde rondweg S100, maar die functioneert niet goed. Daar staan veel te veel stoplichten op. Je bent constant aan het optrekken. Je hebt de rondweg is in principe niet rond. Er zijn gewoon echt wel wat flinke knelpunten op. Je kan er niet goed genoeg doorrijden. De reistijd over de rondweg is nog steeds minstens net zo lang of langer dan de weg door het centrum. Nou ja, dan kies je dus nog steeds de kortste route. Dat zijn problemen die we volgens mij moeten oppakken. Omdat mensen wel gewoon auto's nodig blijven hebben. Als jij vier kinderen hebt, die moet je oma de steunkousen aantrekken. Je moet vervolgens naar twee afspraken. Ja, dan ga jij niet met de fiets. Als je een klusbedrijf hebt en je hebt een bus vol met gereedschap, ja, dan ga je niet met de fiets. Als je een koerier bent, dan ga je niet met de fiets. Althans, niet als je van Nijmegen nog naar Wijchen moet en vervolgens naar Beuningen of zo. Maar dus, laat me even tegenhouden hier. Maar is het dan niet zo dat als GroenLinks het voor elkaar krijgt dat inderdaad al die mensen die de fiets kunnen pakken, de fiets ook gaan pakken, dat dan voor de mensen die de fiets niet kunnen pakken, meer weg overblijft? Ja, nou, de vraag is dus wanneer dat moment is. Mm. En ik denk dat we dat moment al voorbij zijn. Mm. En kijk, op het moment dat je zoveel file hebt als we nu hebben in Nijmegen, en je gaat nog meer wegcapaciteit weghalen, ik denk dat dan de files niet korter worden omdat mensen met de fiets gaan. Ik denk dat de files gewoon groter worden omdat mensen met de auto blijven gaan en minder wegcapaciteit hebben. Ja, ik ben met je eens. Als je wegcapaciteit weg gaat nemen, dan gaan niet mensen opeens fiets pakken. Tenzij je ervoor zorgt dat het makkelijk wordt om te fietsen. Juist, maar dat het stukje hebben we al gehad. Wat je eigenlijk zegt is, we hebben al genoeg geoptimaliseerd voor fietsen. We gaan het niet meer. Juist. Gaat niet lukken om meer te optimaliseren. Ja, en ik denk dus dat je moet zorgen dat, kijk, als je die, wat ik zei, die filosofie van je wil die auto's niet in zoveel, je wil zo min mogelijk auto's in dat centrum hebben, dan moet je dus zorgen dat die rondweg gaat werken. En die werkt nou nog niet. Hmm. Dat ze dus je doorgaande verkeer moet een alternatief hebben. En dat heeft het nu niet. Ja. En goed, ik geloof dus dat je dat bereikbaarheidsvraagstuk heel integraal moet bekijken en niet moet focussen op van, ja, maar iedereen moet fietsen, want dat is gezond en dan hebben we minder uitstoot. Ik denk namelijk dat we ook over 25 jaar uitstootloze auto's hebben en dat die uitstoot geen issue meer is. En als je dan geen wegcapaciteit meer hebt voor die uitstootloze auto's die wel mensen gewoon gaan gebruiken, ja, dan heb je eigenlijk een beetje, dan raak je achterop, omdat andere steden die infrastructuur wel hebben. Ja. En dan is het voor een bedrijf interessant om daar te vestigen, et cetera, et cetera. Ja, duidelijk. Inderdaad. En waarom werkt die S100 niet eigenlijk? Wat is daar mis mee? Waarom? Er zijn een aantal dingen mis mee. Het is, hij rijdt niet genoeg door. Er zijn te weinig stukken waar je gewoon normaal door kan rijden. Dus je moet te vaak stoppen. Ja. De S100 loopt vanaf de oversteek tot aan, zeg maar via de Energieweg, de Anakrotonde richting Heijendaal. Ja. Voordat je bij de Anakrotonde bent, heb je twee rotondes gehad al direct achter de brug, waarvan één totaal onmogelijk is, waar je rechts moet voorsorteren als je linksaf wil. Ja, als je dat vaak genoeg gedaan hebt, dan weet je dat inmiddels. Maar als je daar voor het eerst bent, dan denk je, wat de fuck is dit? Dan moet je keren en dat is allemaal kloten. Is dat die rotonde die gewoon bij de Anak staat? Nee, dat is eentje daarvoor. Drie daarvoor, want er zitten nog drie rotondes tussen. Als je vanuit de rotonde... Als je er vanaf de oversteek rijdt, dan kom je eerst op een normale rotonde. En de volgende rotonde is het Industrieplein. Dat is bij... er zit de oude papierfabriek, wat zit daar nog meer? Het goed zit daar nu tegenwoordig. Oh, ja. En dat is een hele raar ingerichte rotonde bij de sluis. Ja, ik weet wat je bedoelt. Als je vanaf de oversteek rijdt en je wil links naar het centrum, dan moet je rechts voorsorteren. Ja. En als je dat een paar keer gedaan hebt, dan weet je dat. Maar dat gaat nog best wel eens mis. Ook wel eens met vrachtverkeer die dan bijvoorbeeld naar het centrum moeten. En dat is dan dramatisch. Maar vervolgens heb je dus, heb je al twee rotondes gehad op 100 meter of zo. Mm-hmm. Dan heb je die beruchte flitspaal op de Energieweg. En dan heb je weer drie rotondes. En als je zo vaak moet remmen en niet gewoon door kan rijden, dan is dat helemaal niet, dat rijdt niet fijn. Dus je zou bijvoorbeeld die rotondes, die afslagen, gewoon weg kunnen halen. Goed, dan heb je weer minder toegang tot de S100, maar dan heb je wel een beter doorrijdend verkeer, waardoor het een interessante alternatief wordt. Die rotonde bij de Anak, dat is ook een probleem, want die heeft eigenlijk te weinig capaciteit, of die zit nu aan het maximum van zijn capaciteit. Dus die, fijn, ik kan alle knelpunten wel bespreken, ja. Maar waar het om gaat is, zolang die weg niet doorrijdt, is dat geen alternatief voor mensen. En als dat geen alternatief is voor mensen, gaan ze die weg niet pakken en houden die auto's in het centrum. Ja.
Dus mensen rijden nu gewoon veel liever door het centrum dan door de... Ja, omdat het gewoon, kijk, als jij van Nijmegen Noord, vanuit Lent bijvoorbeeld, naar de universiteit wil, ja, dan rij je gewoon over de Waalbrug, over de Oranje Singel en over de Heijendaalseweg. In plaats van dat jij over de Oversteek, over de Energieweg, over de Neerbossenweg, over de grootste Alsterlaan, zeg maar, naar Heijendaal rijdt. Dat doe je niet. En de ideeënclash die dus op dit gebied gebeurt, is dat linkse partijen er vooral voor zijn van, hey, we willen minder auto's in het centrum, dus daar gaan we naartoe werken. We gaan het moeilijker maken voor de auto's. Nee, daar is iedereen het over eens. Over die minder auto's in het centrum is iedereen het eens. Gewoon minder auto's in de stad in het algemeen. En jouw positie is meer van, joh, mensen willen auto nemen, wat dan ook. We hebben genoeg geoptimaliseerd voor fiets. We moeten nu gaan optimaliseren voor auto's en doorrijmogelijkheden. Ja. Ja, in ieder geval die... Je hebt in ieder geval die, niet... De doorstroom om de stad, die moet nu geoptimaliseerd worden als eerste belangrijke punt. En de ideeënclash is, ik geloof in iedereen moet vrij zijn om van A naar B te kunnen op de manier waarop hij wil, op het moment waarop hij het wil. Mm-hmm. GroenLinks zegt, iedereen moet fiets pakken. Dat is ideeënclash. Ja. En zit je in de raad, ben je het meeste aan het clashen met GroenLinks of ook met andere partijen? Of zijn we gewoon links meer als voorbeeld aan het gebruiken? Op het gebied van bereikbaarheid heb ik wel. Er zit ook een wethouder van GroenLinks op. Dus dan heb je dan daar ook het... Ja, dan is dat logisch. Ik heb een andere visie op bereikbaarheid dan dat zij heeft. Dus dan is, is dat inderdaad degene waar je de discussie mee voert. Maar goed, op het gebied van... even kijken. Ja, duurzaamheid en op cultuur zit toevallig ook GroenLinks wethouders. Dus dan heb je daar makkelijkst de... Ja. Ja, de discussie mee. Vertel wat meer over cultuurhistorie. Daar ben ik ook benieuwd naar. Hoe zit dat in Nijmegen met cultuur en cultuurhistorie? Wat recent een van de meest interessante discussiepunten is de waterwolf op de Waalkade. Dat is een kunstwerk van volgens mij 85.000 euro. Wat voor mij een beetje uit de lucht kwam vallen dat het daar zou komen. Maar dat heeft wat mij betreft dus niks met cultuurhistorie te maken. Mm-hmm. Terwijl als je kijkt, dat is ook een bewonersinitiatief om op de Waalkade een beeld van de Kaaischouwer neer te zetten. De Kaaischouwer is zeg maar een eerbetoonbeeld aan degene die vroeger vanaf de schepen de spullen naar de stad sjouwde. Oh ja, ja, ja. Dat dus echt cultuurhistorisch verbonden is aan Nijmegen. Nou, de Waterwolf krijgt volledige subsidie. Goed, daar kun je van alles van vinden. Maar de Kaaischouwer krijgt wel de mogelijkheid om geplaatst te worden, maar krijgt die subsidie niet. Nou, dat vind ik wel interessant. Wat is het idee achter die waterwolf dan? Ja, dat vond ik een heel vergezocht idee, want het ding heeft een Romeinse ketting om en daarom is het toch Nijmegen. Toch Nijmegen. Ja, ik vond dat heel vergezocht. Maar goed, cultuurhistorie. Nijmegen is natuurlijk een stad met een hele lange geschiedenis waar je heel veel mee kan. En dit zijn natuurlijk wel discussiepunten waar je het graag over hebt. Van, ja, voor mij hoeft die waterwolf niet te komen. En ik heb liever die Kaaischouwer. Maar goed, er zijn dan mensen weer helemaal... dat is toch wel weer een dingetje aan het worden. Ja, ja, ja. Ja. Denk je dat dat dan een soort van vriendjespolitiek is wat daar gebeurt? Omdat, tenminste hoe jij het beschrijft natuurlijk... Ik weet natuurlijk niet wat de andere kant van het verhaal is. Klinkt die Kaaischouwer klinkt perfect voor Nijmegen. En die waterwolf is een beetje van... Ja, nou goed, zo zie ik het ook. Maar het college ziet dat dan anders. Ja, ik denk niet dat dat vriendjespolitiek is, maar die hebben gewoon een ander beeld van wat belangrijk is voor Nijmegen, denk ik. Ja. En die waterwolf, wanneer komt die er? Volgens mij komt die er gewoon op de vernieuwde Waalkade te staan en die ze volgend jaar als goed is af. Ja, oké. Okay. Dus ja, komend jaar. Komend jaar, ja. Ja. En dan hadden we nog duurzaamheid, toch? Ja. European Green Capital zijn we. Ja, breek me de bek niet open. Want? Nou, die moet nog geëvalueerd worden, maar ik ben wel heel erg sceptisch daarover. Waarom? Ja. Laat ik vooropstellen dat duurzaamheid en een goede duurzaamheidsagenda, dat heel erg belangrijk is. Maar European Green Capital is in Nijmegen volgens mij uitgelopen op een... het heeft gewoon heel veel geld gekost zonder dat we daadwerkelijk duurzaamheidsstappen hebben gezet. We hebben het heel veel over gehad. Mm-hmm. Maar we hebben dat... Heel veel gevierd. Ja, we hebben heel veel gevierd. We hebben niet echt andere dingen gedaan dan die we anders ook hadden kunnen doen. En het heeft wel miljoenen gekost. Ja. En dat vind ik gewoon zonde van het geld. Ik vind het een beetje op de borstklopperij. Heel plat. Ja, oké. Okay. Fair enough. Waar had het geld dan wel aan besteed moeten worden?
Nou, als je dat geld dan had willen besteden, want dat is dan de eerste vraag die je moet stellen. Hè? Okay, ja. Als je dat geld dan had willen besteden, dan had je het beter aan daadwerkelijke duurzaamheidsprojecten kunnen besteden. Dan had ik veel liever gehad van, nou, steek een miljoen in zonnepanelen leggen op al het gemeentelijk vastgoed. Mm. Want dat hebben we namelijk ook nog niet. Of als je kijkt naar het stadhuis, daar staat de verwarming altijd op 1 miljoen graden. Nou, had daar maar eens geïnvesteerd in warmtepompen of zo, weet je wel. In plaats van, we hebben gewoon een gasgestookt stadhuis. Ja. Ja, weet je. Dat hoeft niet het geld te kosten wat je nu hebt uitgegeven aan heel veel praten over duurzaamheid. Ja, precies. En met alle respect, als je dan in Nijmegen allemaal burgemeesters en hoogwaardigheidsbekleders uit heel Europa gaat uitnodigen, die je allemaal hier naartoe vliegt. Met alle uitstoot van dien, zeg maar, op kosten van Green Capital. Ja, dan denk ik, dat vind ik echt een hypocrisie ten top. Daar kan ik echt kan helemaal niks mee. Ik snap het argument wel. Van, hey, je gaat over duurzaamheid praten, maar daarvoor ga je CO2 uitstoten. Dat is een raar geven, toch? Ja, nou, onder andere. Hè, je moet het in het hele plaatje van dat hele Green Capital zien. Maar ik vind, ik heb daar helemaal niks mee. Ja. Maar je hebt wel de portefeuille duurzaamheid, dus dan... Dan projecten waar je misschien mee bezig bent of waar je het over hebt. Wat speelt er in Nijmegen of wat er gedaan wordt in Nijmegen op het gebied van duurzaamheid? Nou, waar ik bijvoorbeeld wel fan van ben, maar daar heb je dus heel, okay, dat vind ik dan. Dit vind ik altijd een beetje flauw. Hè. Ik ben bijvoorbeeld heel erg groot fan van de operatie Steenbreek. Dat is een landelijke stichting die probeert zoveel mogelijk uit onze versteende stadsomgeving, zeg maar, te vergroenen. De tegels eruit groener in. Dat vind ik echt een fantastisch project. Dat project loopt ook al jaren. Wat wij dus bij European Green Capital nou doen, is wij noemen operatie Steenbreek als een van de European Green Capital projecten. Mm. Terwijl het is een project wat al liep, wat anders ook gedaan zou worden. Het is wel een fantastisch project. Ja. Nou, dat zijn projecten, daar ben ik gewoon echt voor. Dat is gewoon klimaatadaptief, het haalt de temperatuur in de stad naar beneden, het zorgt ervoor dat regenwater weg kan. Nou, dat is gewoon een prachtig project. En wordt hier in Nijmegen nu ook uitgevoerd? Ja, wordt hier in Nijmegen uitgevoerd. Ja. Waar wel worden gebouwen? In principe is daar, op het moment dat je wilt deelnemen, kun je een aanvraag doen, dan krijg je een subsidie. Hmm. Dus bijvoorbeeld, als jij met de wijk zegt van, goh, we willen... in plaats van onze stenen plein willen we hier een mini-parkje maken. Mm-hmm. Stenen eruit en wat plantjes en bomen erin. Dan kun je daarvoor, ik weet niet, voor een bepaald percentage denk ik, subsidie aanvragen. Dat krijg je dan toegekend vanuit de gemeente. Nou, dat is gewoon een supergoed initiatief. Ja. En wordt er ook gebruik van gemaakt? Ja, er wordt goed gebruik van gemaakt. Loopt heel goed. Ja, dus het is niet zo dat ik, omdat ik European Green Capital stom vind, het duurzaamheidsbeleid van onze stad stom vind. Dat is niet aan de orde. Nee. Fair enough. Wat is nog meer belangrijk aan duurzaamheid in Nijmegen? Een van de grootste projecten die nu loopt is de uitrol van het warmtenet. Mm-hmm. Daar zijn we een soort van koploper, ook met de pioniersziektes, zeg maar, die daar dan bij horen van dien. We hebben in Nijmegen-Noord een heel uitgebreid warmtenet nu liggen met een concessie. En daardoor moeten we eigenlijk nog heel veel nieuwbouw aansluiten op dat warmtenet. Mm. Omdat we nou eenmaal die afspraak hebben gemaakt jaren geleden. Met de kennis van nu is het heel erg zonde om die warmte voor nieuwbouw te gebruiken. Ja. Want je kan veel efficiënter nieuw bouwen dat je niet restwarmte daarvoor nodig hebt, terwijl restwarmte voor de oude stad, waar dat moeilijker is, wel goed te gebruiken is. Nou ja, dat is gewoon een pioniersziekte waar we mee te dealen hebben. Maar ja, goed, die afspraak hebben we gemaakt, daardoor hebben we nu wel het warmtenet. Mm-hmm. Dat moet gewoon verder uitgerold worden, dat warmtenet. Ja. Dat is gewoon een enorme CO2-besparing. Hoeveel gaat het besparen, denk je? Oh, ik heb die cijfers niet paraat. Nee. Geen idee. Hoe lang denk je dat het gaat duren voordat Nijmegen volledig die transitie heeft gemaakt? We hebben als doelstelling om dat in 2045 voor elkaar te hebben. Dat gaan we niet halen. Maar ik denk wel dat het goed is om een heel ambitieuze doelstelling te hebben. En dat je daar ook aan blijft werken. Want hoe verder je die doelstelling voor je uitschuift, ja, hoe meer mensen ook op hun lauweren gaan rusten. Ja. Dus ik vind dat heel moeilijk om daar echt een datum op te plakken. Maar ik hoop zo snel mogelijk en ik ben blij dat we daar heel ambitieus in zijn. En gaat dat de burger nog wat kosten? Ja, want alles wat geld kost, kost de burger geld. Wie betaalt het anders? Ja, maar wat ik bedoel is, zeg maar, kost dat tijd, kost dat geld, kost dat moeite voor hen? Of is dat iets wat gedaan wordt? Dus... Nee, ja, dit gaat sowieso geld kosten. Maar alles wat we doen kost geld. Wegen aanleggen kost ook geld. Mm-hmm.
Nou, er is natuurlijk een verschil tussen iets wat, waar je geld voor moet betalen en daarna weer geld voor terugkrijgt, waardoor het op lange termijn je niet geld kost. En dingen waar je geld voor krijgt en uiteindelijk meer voor moet gaan betalen. Ja, weet je, het kost meer geld dan niks doen. Mm. Dat is volgens mij evident. Maar ja, goed, ja, dat is wel iets waar volgens mij, laten we zeggen, niet vriend en vijand, want er zijn wel wat vijanden in. Maar ik denk dat ik ben er in ieder geval van overtuigd dat het goed is om op termijn van fossiele brandstoffen af te gaan. Zowel vanuit duurzaamheidsoogpunt, maar ook vanuit het oogpunt dat ze gewoon een keer opgaan. En economisch oogpunt, want volgens mij is op de lange termijn is dat goedkoper. Ja, maar goed, de lange termijn waarop het goedkoper is wel dusdanig lang dat jij en ik er dan niet meer zijn, denk ik. Mm. Maar dat is geen reden om het niet te doen, denk ik. Ja. Dus ja, kijk, waar je wel de afweging die je wel weer moet maken, is volgens mij, we hebben dat warmtenet, daar zijn wij een pionier in. En dat kost dus ook eigenlijk meer geld dan dat het zou hebben gekost als dat we bijvoorbeeld nu pas mee zouden beginnen. Mm-hmm. Je moet niet altijd die pionier willen zijn, want dan ben je altijd degene die de hoogste risico's draagt. En dan krijg je dus ook de meeste klappen. En dat lijkt me niet fair als je in Nijmegen uiteindelijk meer kwijt bent aan het duurzaamheidsvraagstuk waar we met z'n allen mee zitten, dan dat je dat in Arnhem bent. Ja. Dus ik denk wel dat je die pioniersrollen, dat je die moet verdelen. Dat je daar niet altijd haantje de voorste in moet zijn. Maar ik denk dat het echt gewoon van evident belang is dat, zeker nu we zo'n warmtenet hebben, dat we dat doorrollen. Is er een discussiepunt in de Raad, dat warmtenet? In principe is iedereen het erover eens. Er is één partij die is in ieder geval echt tegen. Mm-hmm. En er is met als argument? Die geloven niet in de restwarmte. Mm. Dus zeg maar zoals we dat nu hebben ingericht, de ARN, de afvalverbrandingscentrale, die verbrandt afval en daar hebben we restwarmte van. En dat is onze voornaamste voedingsbron. Mm. Op termijn willen we daar naar een duurzame bron, geothermie. Of dat mogelijk is, wordt nog onderzocht, dus dat weten we niet. Maar zij zeggen in principe gewoon van ja, restwarmte daar, of warmte, daar geloven we niet in. We zien liever onderzoek naar waterstof. Ah, oké, die zijn niet tegen die transitie, maar die zijn meer tegen de... Ja, die denken dat waterstof meer toekomst heeft. Ik moet ook bekennen dat ik weet dat gewoon niet. Hmm. Of dat wel of niet zo is. Ik denk wel, omdat we die keuze 15 jaar geleden ongeveer, ja volgens mij 15 jaar geleden, hebben gemaakt. Dat we die ook door moeten zetten, omdat die business case die er toen lag, zeg maar ook rendeert bij het aansluiten van meer woningen. Ja. En dat maakt het dus uiteindelijk ook voor iedereen goedkoper. Ja, ja. En uiteindelijk is het ook zo, je kan niet elke besluit die je neemt daar flexibel op blijven. Soms moet je gewoon zeggen... Nee, ja, ik denk dat met de kennis van toen de juiste beslissing is genomen. Mm-hmm. Als je dan dat besluit neemt, dan moet je daar ook als politiek de gevolgen van dragen en daar de verantwoordelijkheid voor nemen. Goed, ik geloof best dat waterstof ook heel erg goed kan zijn. Dus het een sluit het ander ook niet per definitie uit. Hè. Maar goed, laten we dan niet hier nou ook nog een waterstofnet naast gaan leggen of zo. Ja, dat kan waarschijnlijk door de oude gasleiding, ik weet niet precies hoe dat zit. Maar laten we dat dan iemand anders laten uitrollen en niet nu hier in Nijmegen dat ook nog gaan doen. Ja, ja, dat is een goed punt. Van hey, we doen dit al, laat iemand anders dat andere uitzoeken en dan... Ja, en wellicht moeten we dan over 50 jaar met z'n allen zeggen van ja goed, het een of het ander is beter, dat weten we nu niet. Maar als je het niet op die manier doet, dan weet je dat natuurlijk nooit. Ja, precies. Ik heb op dit moment geen vragen meer. Ik kom er eigenlijk niet uit. Ik vind het super leuk, want wat ik fijn vind is dat je heel goed nagedacht hebt over dingen waar je achter staat en wat je doet. Dus wat ik fijn vind is dat ik kan doorvragen en je reageert ook echt op mijn vraag in plaats van gewoon te herhalen wat je daarvoor al zei. Dus, ja, dat is fijn, hè? Dat is fijn om te horen altijd. Op zich, volgens mij doen de meeste politici dat wel hoor, als je maar gewoon even de tijd ervoor neemt. Geloof ik best, maar soms luister ik ook wel naar een antwoord van een vraag, maar dan hebben we het over een journalist of een tv-verschijning en dergelijke. En denk van, dat is geen antwoord op de vraag die gesteld is. Dat vind ik altijd een beetje zwakte bot. Maar... Van hun of van mij? Nee, een zwakte bot als je geen antwoord geeft op een vraag die gesteld wordt. Ja, maar goed. Dankjewel. Nog iets belangrijks wat we moeten weten. Een geheim van de raads van de gemeente. wat ik wel belangrijk vind om in ieder geval om mee te geven is dat het
Je hebt vaak weinig kans als politicus om ook een genuanceerd beeld neer te leggen. En dat kan in zo'n gesprek zoals dit, kan dat een stuk makkelijker dan wanneer je een quoteje in de krant krijgt, ja, zeg maar. En dat is altijd wel, dat vind ik wel interessant om mee te geven, of in ieder geval goed om mee te geven. Dat is ook wel eens lastig voor politici, want je hebt een bepaalde manier ook publiciteit nodig om je grotere idee wel aan het voetlicht te kunnen brengen. Je moet daarvoor wel eens wat populistischer gedrag vertonen om dat daadwerkelijk te kunnen doen uiteindelijk. Ja. Ik roep wel eens de bereikbaarheid van Nijmegen is echt volledig kloten en verschrikkelijk. Vind ik op dit moment ook. Beeld is wel iets genuanceerder. Deels komt dat ook door onze historische ligging. Deels komt het door de keuzes die je maakt. Nou, goed. Maar dat beeld kun je wel vaak wat moeilijker in de breedte schetsen. En dat vind ik zeg maar het goede van dit soort gesprekken. Dan kan dat wel. Dankjewel. En ik denk dat het goed is voor mensen om te weten dat niet alles wat zo in een quoteje in de krant staat, dat ook de wereld is die daarachter ligt. Ja, ja. We leven wel in een wereld waar we steeds meer vanuit koppen denken dat we een heel artikel gelezen hebben. Of dat we begrijpen wat de persoon zegt. Dus dan lezen we een kop en denken we, kijk eens wat hier staat. Deels is dat een probleem van de journalistiek. Hebben we al over gehad. Deels is dat natuurlijk omdat je als politicus ook wil overtuigen of prikkelen of whatever. Je moet toch... je moet mensen toch activeren. Zeker. En dan luisteren ze tenminste en dan kun je verder gaan. Maar deels is het ook omdat mensen geen tijd hebben. Niet iedereen heeft tijd om 2-3 uur een genuanceerd gesprek te gaan luisteren. Ik kan bijvoorbeeld de gemiddelde kijktijd zien van deze dingen. Het is weer een hele discussie, ja, moet ik dat kunnen zien of niet. Maar de gemiddelde kijktijd is 10 minuten op een gesprek van 2 uur. Dus mensen hebben gewoon geen tijd en geen zin ook. Dus aan de ene kant wil je ook dat hypergefocuste bericht kunnen sturen naar iemand die niet genuanceerd is. Maar aan de andere kant wil je ook dat die mogelijkheid bestaat dat iemand toch die daar geïnteresseerd in is om die 2 uur, 3 uur toch te gaan kijken. Dus dat is een beetje hoe ik wat we hier aan doen zijn zie. Een soort achtergrond voor het voorwerk, voor het voorgrond van mooie dingen roepen over hebben. Nou, leuk. Jason, heb jij nog vragen? Nee? Top, dan wil ik je bedanken. Ja, graag gedaan. En ik hoop dat Frits het leuk vond. Die is in slaap gevallen bij ons gesprek. Dankjewel, Maarten. Ja, super. Ja.